Het is nu maandag 6 december. Ik hoop dat ik vandaag de vlog geplaatst krijg. Ik ben gisteren vanaf een uur of twee tot 6:30 bezig geweest om hem te uploaden. We zijn eerst hier naar een restaurantje geweest, een barretje. Hebben lekker buiten gezeten, een biertje gedronken en wat anders. En na anderhalf uur had ik 4% pas geüpload. Dus op een gegeven moment hadden ze volgens mij de wifi uitgezet. En hadden we ook geen wifi meer, dus hebben we afgerekend. Zijn we weggekeken, zijn we weggegaan. Zijn we terug naar hier naar de camper gegaan, hebben we de motorscooter eruit gehaald. Ben ik naar McDonald's gereden. Daar was ik na anderhalf uur, had ik 10% pas geüpload. En hetzelfde verhaal, volgens mij is er de wifi uitgezet om me weg te krijgen. Toen ben ik naar KFC gegaan. Toen had ik 64% geüpload. En toen was die gecrashed of er was iets gebeurd, ik weet niet precies. Dat lag aan mijn computer of aan het programma. Dan heb ik het opnieuw gedaan. Toen bij 98% was die gecrashed. Weer opnieuw gedaan, weer 98% gecrashed. En toen ben ik gestopt en ik ben terug naar de camper gegaan. Toen was ik echt helemaal klaar mee. Vandaar dat wij nu op een rare dag deze vlog plaatsen. En ik ga zo direct weer naar KFC toe. Ga ik het weer opnieuw proberen. Kijken of het zo direct wil lukken. Dus wie weet. Als het wel lukt, dan zien jullie zo direct de rest van de vlog. Doei. Voordat we naar Peniscola gaan, gaan we eerst even sinaasappels plukken en citroenen plukken. Dat is bij de uitgang van de camperplaats. De dames hebben allebei een emmer meegekregen. Dus we gaan het eens even meemaken, dat lijkt me wel leuk. Ik vond de naven zelf wat droger volgens mij. En wat zijn dit voor sinaasappels? Dit zijn navels. Dit zijn navelsinaasappels. Even sinaasappels wegen. En wat kost het per kilo, Monique? 40 cent. 40 cent per kilo. En 70 kilo. Oh. Even wat meneer. Jij hebt ook 10 kilo's. 10 kilo's? Ja, 10. Het is vandaag dinsdag 30 november. En ik is mijn beurt. En Monique is jarig en ze wil heel graag dat we voor haar gaan zingen. Maar als ze gaan zingen, dan gaat ze naar de toilet. Dus bij deze gaan we dus niet zingen. Oké, proost. Salute. Schat, gefeliciteerd. Hoe zeg je proost in het Spaans? We hebben het opgezocht, ik weet het niet. Proost. Proost. Ja, dat was helemaal... Cumpleaños per mi, que seamos todos. Cumpleaños feliz. Hola. Het is, en Ine die heb iets met spinazie en kikkererwten en pompoen. En wij drieën hebben... Iets van gegrilde paprika in een soort tomatensaus. Ik weet niet, maar het smaakt wel lekker. Okay. Dit dus. Eet smakelijk. We zijn hier in Benicarlo. Daar hebben we even koffie gedronken. Hier zo. En wat ik zo grappig vind in het buitenland, dat zijn dit soort kleine... Ja, van die kleine hokjes waar je dan in dit geval allerlei loten kan kopen. Nou ziet het er wel heel leuk uit, maar om dat werk te doen lijkt me toch wel een straffer. Want je kan zitten en staan en voor de rest kan je helemaal niks. Nou valt mij nog iets op terwijl ik dit hokje aan het filmen ben. Dat is dit ding. En het is een magnolia en van de magnolia familie. Nou zegt het mij helemaal niks, maar magnolia fruit is dit. Dus Monique mag dat zo direct even proberen te eten. En dan film ik er wel.
We zijn nog steeds in Peniscola. Het is vandaag donderdag. En Ron is even bezig de camper aan het wassen. In de wasstraat. Nou, dat was echt, echt heel erg nodig. Wat is hij vies. Gaat hij? Ik wil alleen water binnen doen. Want ik ben niet op de wachtmuurzak. Hoe bedoel je? Ja, wacht. Oh. Nou, dat doen we toch gewoon. Ik weet niet of je het kan zien, maar er zit echt dik stof op de camper. We zijn op de fiets naar een bodega gegaan in Benicarlo. Een bodega is een opslagplaats voor drank. Vroeger was dat dan drank van alleen de wijnproeverij of de wijnmakerij, bedoel ik. En tegenwoordig kent het ook drank zijn die gewoon ingekocht wordt per 100 liter of per vaten. We gaan hier ook proeven. Monique die heeft al heel veel op, die is al half bezopen. En nou staat deze bodega bekend als niet zulke lekkere of goede rode wijn. Maar daarentegen schijnt de port wel lekker te zijn, dus die gaan we nu proberen. Deze port. En deze? Nee, deze niet. Hier zo, port. Extra. Dus muscatel hebben ze. Muscatel is een zoetige dessertwijn. Dus die gaan we ook proberen zo direct. Dus zo direct gaan we op onze knieën gaan we naar buiten. En dan heb je ook nog sherry. En dat is heel gekruide, lijkt net gekruide port. Nog een keer? Dan heb je ook nog sherry. Ik had nog nooit sherry gedronken, maar ik heb het gedronken. Het lijkt net helemaal gekruide port. Oké, nou dan gaan we proberen. We houden jullie op de hoogte. Zo, dan gaan we lekker aan de zuip vanavond. Nou, het is nu donderdagavond, 2 december, en we zitten in de bar van de camping wat te drinken. Nou, wat? Het zijn enorme glazen. Nou, meisjes, is dat alles wat jullie hebben? Zo'n klein glaas? Ja, zo'n klein glaasje. En jij ook zo'n klein glaas? Kijk, niet zo boos. Neem nog een slokje. Proost. Proost. Nou ja, is die op, Rob? Ja, hij is op. Proost. We gaan weg uit Peniscola. We gaan nu richting Valencia. En dan gaan we kijken of er plek is voor ons op een strand. Kijk, daar staat de spiegel. Oké, nou. En we hebben heel lekker weer en lekker zonnig, maar het waait verschrikkelijk. En het is, nou, ik denk 8 graden. En ik ga zo mijn gordel omdoen. Jullie zullen je soms wel afvragen, wat hangt er allemaal daar aan dat riempje en wat hangt er te bengelen? En wat maakt er af en toe lawaai? Maar Ron zal het wel even uitleggen. Dit zijn dingen die hebben we in de loop der jaren verzameld, gevonden op het strand. Strandjutters zijn we dus eigenlijk. En ik zal het een en ander even erover uitleggen. Dit hebben we niet gevonden. Dit is een riempje van onze hond, Bik. Die 4-5 jaar geleden overleden is. Dit hebben we gekocht in Amerika toen we met Richard en Esther 4 weken in Amerika in de camper rondtoerden. Nou ja, dan is dit natuurlijk een dromenvanger die we ook niet gevonden. Voor de rest hebben we zo goed als alles gevonden. Het meeste zijn dobbers. Hier een paar klauwen van, hoe heet die beesten, krabben. Dit busje, dat heet Millennium en dat hebben we ook tijdens het Millennium het jaar 2000 gevonden op het strand. Dat is wel grappig. Deze die hebben we gevonden op een serviceplaats voor campers waar we water tankten. Dat is de fanclub van Valentino Rossi, je sleutelhanger.
En zoals jullie natuurlijk allemaal weten, is Valentino Rossi vorige maand gestopt met racen. Dit is een Sint-Jacobus schelp. Die heb ik gevonden op het strand bij Finisterre. Finisterre ligt vlakbij Santiago de Compostela. Hier ligt Santiago de Compostela. Hier ligt Cabo Finisterre. Daar zijn wij naartoe geweest met de camper een jaar of 5 geleden. Die schelp die heet Sint-Jacobus schelp omdat Sint-Jacobus de heilige die was 44 na Christus was hij overleden in Jeruzalem en toen gingen ze zijn lichaam vervoeren naar Spanje toe van Jeruzalem naar Spanje maar onderweg is zijn lichaam verloren gegaan toen is zijn lichaam op een gegeven moment aangespoeld bij Cabo Finisterre. En zijn lichaam zat helemaal onder die schelpen. Dus vandaar dat die schelpen Sint-Jacobus schelp heten. En als je de route loopt naar Santiago de Compostela, dan wordt de route overal aangegeven met zo'n schelp, met een pijltje welke kant hij op loopt. Dan hebben we hier deze plant nog. Dit was een heel klein stekje. Die hebben we 4 jaar geleden heb ik die bij een palmboom vlak bij Huelva weggehaald. Hij was maar zo groot, een paar centimeter hoog. En elke keer gaat hij haast dood en dan leeft hij weer. En dan gaat hij haast dood en dan leeft hij weer. Dus die nemen we eigenlijk steeds mee met de camper. En Welva, dat ligt hier zo. We zijn aangekomen in Castellón. Het is hier echt prachtig. En de bergen voor Ron, want Ron wil altijd bergen als hij op vakantie is. En aan de andere kant de zee voor mij. Ik wil altijd zee op vakantie. Wat wil je altijd? Zee. Ik zeg het goed. Jij wil altijd zee. En nu maar hopen dat er een plekje is. En anders blijven we gewoon net zo lang staan totdat er een plekje is. Precies. We hebben niet zo heel veel gereden, iets van 70 kilometer maar. En dit is van Peniscola naar, ja, hier vlakbij Castellón, Castello della Plana. Zo. Nou, het ziet er beroerd uit. Ja, maar wie gaat er ook met zo'n grote bus daar staan? Ja. Nou, hier is nog een plekje, dus daar kunnen we wel staan. Oké. En hier is ook nog een plekje. Wordt vervolgd. Als we de ingang vinden. Ja, hier is nog een plekje. Oh, er zijn nog wel wat plekjes. Monique gaat nu vertellen waar we zijn. Ja, mag ik dat vertellen? Ja. Ik weet het niet zeker. Rief van Platga. Platga. Ja, want jij spreekt uit als een G. Platga de Kuruku of zo. We schrijven het straks wel in de vlog. Maar ik wil even iedereen super bedanken, lieve mensen. We hebben zoveel nieuwe kijkers, zoveel nieuwe abonnees. En we zitten nu over de 1000 abonnees. Ja. Echt super. Ja, top, top. Maar hier staan we dus. Aan het strand. Daar staan wij. Naast dezelfde Concorde. Ik denk wel dat we hier een paar dagen blijven staan. Ik denk wel dat ik het hier erg nauw zien zal hebben. Oh, wat genieten we vanochtend. Het is echt prachtig weer. Lekkere wandeling over het strand. De campers staan daar in de verte. Dat kan je nu nog even niet zien. Het is echt bijna windstil. Heerlijk om zo wakker te worden. Simon heeft een bal gevonden. En daar is hij wel een tijdje zoet mee, denk ik. We zijn naar Serra Dal aan het fietsen en dan gaan we over deze brug
En toen zag ik ongelooflijk veel vis hier zo. Niet normaal. Ik denk dat het zeebrasem is. Daar is de zee. Moet ik denken dat het zeebrasem is, omdat daar de zee is. De zee. De zee. Misschien af en toe. Maar nogmaals, iedereen bedankt. Dit is het einde van deze vlog. En op naar de volgende vlog. Doei! Bedankt voor het kijken. Een duimpje omhoog wordt zeer gewaardeerd. Abonneren is natuurlijk gratis. En wanneer je het notificatiebelletje aanklikt, dan krijg je automatisch bericht wanneer we weer wat op gaan stellen.